Het is 8 april en ik wil wat gedachten met je delen over het woord kwetsbaarheid en dat in relatie tot autisme. Dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Horvers en ik wil je meenemen in de wereld van autisme of misschien wel in het leven zelf. Ik heb gisteren een vrij kwetsbare video met je gedeeld, waar ik een deel uitleg van mijn situatie. Ik heb dat gedaan omdat ik het belangrijk vind om ook de binnenkant van iemand met autisme proberen te delen. Het is soms best wel lastig en je zult het misschien zien als gewoon een situatie. En dan denk ik ook, ja, ik roep altijd in mijn lezingen, het zijn net mensen. En ik denk dat dat ook zo is. Een hele hoop menselijke situaties die invloed hebben op autisme. En daar gebruikte ik de term kwetsbaarheid bij en die hoor je de laatste tijd steeds vaker. Er is een psychiater, Bram Ciso, die heeft daar een mooi klein stukje tekst over geschreven. Bram Ciso is psychiater bij Demens. En hij is komende zondag, dus morgen, is hij ook op tv bij Jacobine op zondag. Dus om iets over 5, ik zal even een linkje posten in de beschrijving. En Bram Ciso die heeft al een tijdje geleden gezegd, autisme, en maar ook ADHD, zijn aangeboren kwetsbaarheden. De kwetsbaarheid die kan onder de invloed van verschillende omgevingsfactoren uitgroeien tot een probleem. En nou kijken wij vaak in onze maatschappij naar problemen. Ik wil het begrip een beetje oprekken, zoals Bram Ciso het zegt. Ik denk dat autisme een kracht en een kwetsbaarheid tegelijk kan zijn. Mark Beke liet dat ook mooi zien bij Koffietijd in zijn autismewandeling. En ik denk dat we de diversiteit van autisme, zoals Jasper Wachterveld hem vaak noemt, ook een ervaringsdeskundige, dat kracht en kwetsbaarheid die hand in hand gaan, eigenlijk een hele mooie definitie is. En ik moest daar ook weer aan denken toen ik mijn post over aan het maken was van de week, want ik kreeg deze kaart. Ik ga hem even goed laten zien. Ja. Dit is een kaart die ik kreeg van mijn moeder. En op die kaart zie je Winnie de Pooh. Die kijkt naar het huis van Uil. Die is omgewaaid. Die situatie was best belabberd. Maar Knorretje was ook in dat huis. En Knorretje is een beetje het kleinste wezentje in het Winnie de Pooh verhaal. En Knorretje was de enige die uit dat huis kon om hun te gaan redden eigenlijk. Om hulp te gaan halen van Janema Robinson. En ik denk dat is eigenlijk heel bijzonder, want Knorretje is in zijn kwetsbaarheid, een heel klein wezentje, is ontzettend krachtig daarin. En als je het verhaal een beetje kent, ik zal een paar beschrijvingen posten in hieronder in de comments. Dan kun je even het boek opzoeken op bol.com van mocht je het willen lezen. Want ik vind het namelijk eigenlijk een heel erg tof verhaal. Als je Knorretje een beetje kent, dan zie je dat Knorretje heel erg graag moedig wil zijn. Maar ook vaak gebukt gaat onder zorgen. En een Knorretje eigenlijk heel erg betrokken is bij zijn vrienden. En vaak over nadenkt van, ja, maar ik ben zo klein. Dan kan ik helemaal niet moedig zijn. Terwijl je eigenlijk daar ziet van, hey, Knorretje is daarin supermoedig. Dus dat vind ik heel erg tof eigenlijk om dat zo terug te zien. Het doet me ook denken aan een boek van Brené Brown. Dat is een boek. Krachtig door kwetsbaarheid. Ik ben nog ergens in het boek bezig, maar ik wil jullie ook even de TED-talk posten die Brené Brown daar heeft over gegeven. En ook even een linkje naar het boek van mocht je het nou willen lezen. Die gaat ook over deze thematiek eigenlijk. Ja, het is mooi dat we in onze maatschappij, waarin het druk en gehaast is en eigenlijk iedereen een soort van globaliserend zichzelf... een beetje kwijtraken omdat we allemaal hetzelfde moeten zijn, dat we weer teruggaan naar waarden zoals kwetsbaarheid en wat de kracht daarvan is. En oude verhalen zoals Winnie de Pooh, wat we eigenlijk aan onze kinderen vertellen, leren ons daar nog superveel in. Dus dat vind ik tof. Ik wil je tot slot van deze video ook bedanken, want ik ben de post aan het lezen, maar ook de post die jullie achterlaten op mijn video's. Dan zie ik heel veel mensen die duimpjes omhoog doen. Heel erg tof. Mocht je dat nu weer willen doen, doe dat. Mensen die een luisterend oor aanbieden aan mij. Omdat ze begrijpen dat het een complete rollercoaster is soms, het leven. Andere mensen die zeggen
Het is open en integer. Realiteit is dat we vaak niet zien wat er aan de binnenkant gebeurt. Hoe iemand zich echt voelt. Nou, ik probeer dat met je te delen. Met vallen en met opstaan. Iemand die zegt van, hey, tof Gijs dat je Hank Williams song aan het begin. Heb je meegezongen met een YouTube track? Nee. Ja, hij zat gewoon in mijn hoofd. Ik heb hem zelfs niet even geluisterd. Het was gewoon een mijmering toen ik dacht van, oh, jij schrijft Hank Williams. Ik denk, oh, dan kennen we deze nog wel. Mensen die zich herkennen in de burn-out gerelateerde klachten. En mensen die zeggen, hey Gijs, dan blijf je toch wel boeken voor een lezing. Het is juist een meerwaarde als je veel levenservaring hebt. Nou, in de omkering zie ik hem ook zo van, dit is wel een hele dure en lastige opleiding die ik nu aan het volgen ben. Maar hij geeft me wel weer meerwaarde. Op Facebook wordt de video ook nog steeds gedeeld. Er wordt ook vraag gesteld over wat levensloopbegeleiding dan is. Nou, daar wil ik een andere keer echt op ingaan. Yvonne reageert er onder andere op. Nou, Yvonne, we gaan nog een keer bellen. Misschien ga ik zelfs een vlog gewoon met je opnemen om daar eens over te praten. Mensen zeggen ook dapper. Daar kunnen anderen nog een voorbeeld aan nemen. Nou, ik verwacht niet van anderen dat zij al hun leven zo gaan delen. Maar ik denk wel dat we met elkaar daarover moeten spreken. En daar wil ik een voorbeeld aan nemen. Ja, dat was het voor vandaag. Ik ga een aantal linkjes posten onder deze vlog. Dan kun je zelf nog wat doorlezen. Ik moet denken aan het liedje van Tijgertje uit de film van Winnie de Pooh. Het leuke van Tijgertjes is dat ik de enige ben. Dat was flauw.